En hij heeft een voorkeur dat hij van een voor- en post-Riviera en laatste Tunsen toch ook bij Dostrianen. Het zet nummer 35 is de afsluitende Tunsen van het team Saloost. En dankjewel voor de prijsuitreiking en de onderbegeleiding van de muziek. Uitreiken in deze halve finale voor supplement A en voor de prijsuitreiking de commissieleden van de Vereniging Dostriade die klaarstaan, Hendrik Oost-Vos, Alexander Landman en Les van der Wal die de prijzen gaan uitreiken. De winnaar van deze halve finale, 147,384 punten, is het team van Daaskamp Kim Swartz 1. De Denise Kessers, Tjula Dennis, Reisha Rosario, Dana Jansen, Pauline Nieuws en Rachel Nijbroek. Met z'n allen hebben zij de eerste plaats bereikt. Op de tweede plaats achter 140,333 punten zien we het team van de Haaskamp Grim Sports 2. En dat zijn Alicia Petronelia, Nieuwe Vries, Larissa Vermeul, Marije Rusher en Lynn Jens. En de derde plaats op deze halve finale, 136,667 punten. Een puntje verschil ten opzichte van nummer 4. En daarmee de bronzen medaille is vandaag voor het team van Turkcentrum Waterland met Dos Alvaller. Rosalie de Boer, Luna de Bruin, Rikking Jacobs, Kiana Lodewijks, Renske Slijkerman en Lana Lommers. En op een verdienstelijke vierde plaats geëindigd, 135,533 punten, het team van Turnview Utrecht met Dos Villa. En daarmee de
laatste prijzen van dit tournament hier in Vianen en de halve finale teams. En met deze turnsters, de winnaars als mede de overwinning. Beste Turnsters, van harte gefeliciteerd. Dan hebben we de bondskampioenschap volgende week in Waalwijk. Gezien het aantal teams wisten jullie al dat jullie geplaatst waren. Alle teams hebben een keer deelgenomen, dus de plaatsingsregeling is bereikt. Maar wel goed om te weten, met welke punten gaan we dan naar de finale toe in het kader van het seizoenskampioenschap, wat we natuurlijk de grote brekers en de medailles die we vorige week in Waalwijk gaan verdelen. Op de eerste plaats op dit moment in de ranking, de totale 250 punten bij elkaar geturnd. En daarmee aan de leiding het team van de Hazekamp, Kim Sportzijn. De tweede plaats, 217 punten nu bij elkaar geturnd, het team van de Hazekamp, Kim Sports 2. De derde plaats, 191 punten, het team van Turn For You met Dos Vianen. En de vierde plaats in het competitieklassement, 162 punten, het team van Turncentrum Waterland met Dos Alvaret. Volgende week in Waalwijk gaan we jullie wederom zien voor het bondskampioenschap teams. Dan verdelen we de prijzen op de finale en weten wij wie de competitie van dit jaar gewonnen heeft. En daarvoor gaan we jullie volgende week terug zien. Namens elkaar kunnen de commissie turnen graag tot volgende week. En geniet nog van deze zondag. We hebben afmars op muziek.